Nou, volgens mijn horloge is het 24 september. Het is een beetje hectisch vertrek uit Lemmer. Vanwege wedstrijden die ze vlak in de geul hadden uitgelegd. En waar het hele startveld lag. Dus iedereen is nu heel druk om daaromheen te varen. En wij hebben een klap naar boven gemaakt en hebben er dus niet zoveel last van. Het waait aardig, 17, 18 knopen. Zuidelijk en onderweg naar Medemblik. Nou, als we niet vergeten te filmen, dan hebben we zometeen nog wel even wat. Toen nu even zorgen dat we langs die bovenboei komen en vrijkomen voor het wedstrijdveld. Of niet dan? Een stukje frisser. Hallo Roy. Hallo. Hoe laat is het nu? Het is kwart voor drie geweest. Kwart voor drie. En het is echt zo mooi weer. Het voordeel is dat wanneer het dit mooi weer is in eind september, dat je de prachtige schittering over het water hebt. En dan lijkt het wel alsof het 6 uur is in de zomer. Super mooie wind. We gaan continu bijna 7 knopen. Eerst een stuk aan de wind en nu hebben we een beetje halve wind. Nou ja, zo komen wij wel in Medemblik. Want dat ligt nu daarvoor. Nou, 25 september. Was even een 25 september. Het was even een hectisch vertrek uit Medemblik. 18 knopen wind, dus waren onze handjes vol. En geen tijd om te filmen. Maar ja, nu zijn we er. En er loopt een aardig zeetje. Hoeveel knopen wind hebben ze net? 15. Oh, 15 nu, oké. Okay. Nou, je ziet wel dat er aardig wat golven lopen. Dus dan zijn we ook zo thuis. We lozen wel een hoop. Want eigenlijk hadden we een riffje moeten trekken, maar goed. Het is niet anders. Het is mooi weer om te zeilen. En het bikkeltje achter het stuur. Echt wel? Ja, wel trots op, hoor. Als je dat maar door hebt. Ja. Ja.